Goedendag iedereen en welkom terug. Vandaag spelen we terug Blokt. En deze twee heren kunnen zich weer niet gedragen. Ik vraag me niet waarom. Ik denk omdat hij eigenlijk afstand van een schaap of zo. Een kijkenschaap met een dingetje zo. Ik ga er wel tussenin staan, ja? Is apart. Zonder armor. Hou het tegen! Oké, wat gingen we vandaag doen, Rick? Want jij bent eigenlijk de leader zo, omdat je geen gear aan hebt. De eigenaar van deze server, dat klopt. Wij gaan vandaag kijken naar verschillende dingen hier op server tour. En degene die zich niet gedraagt, die krijgt klappen met een stok van mij. Ja. Omdat het gewoon OP is. Bouwen en dan moet je de rest van je leven in. Ik bedoel eten. Ja, ja, hier heb je steak. Krijg er eentje. Al over mij. Yes, die... Dat is vies, dat doen we niet. Die zombie wil doorklappen. Hier, heb je wat. Kom mee. Oh mijn god. Ik hoop dat Chris verdrinkt in dat zware armor. Oh, toch. Wat? Oké, tour gingen we doen. Nee, tour. Rick. Tour. Ja, we gaan bij Rick beginnen, want dan zijn we het dichtstbij. Oké, en ik ben het vers. Rick, lead the way. Niet slaan. Lekker! Dat was een eitje. Een eitje wordt er maar. Het is bijna Pasen. Het is helemaal niet bijna Pasen. Wel! Het is net Pasen geweest. Ja, man. Het is net Pasen geweest. Ja. Het is helemaal niet Pasen geweest, dat zeker. Fuck, man! Een paar maanden geleden. Wat? Nee, dat was kerstkut. Huh? Ja. Wacht, huh? Nee. Wacht, nee, ben je dat serieus of ben je aan het trollen? Pasen was in september. Volgens mij meent hij het serieus. Wacht, ik ga het opzoeken. Nee, kijk hem staan! Ga niet weg! Maat? Oh ja, man. Pasen valt niet op een vaste dag hier. Het is in maart. Ik ben je disciplineren nu. Zo. Ik dacht dat het in september. Wat is het dan in september? 1 september. 2 september. Dat is allemaal in september. Dan moet je weggaan. Rick, volgens mij zijn we bij je huis aanbeland. Nee, ja. Moet het je huis voorstellen? Oh my god. Ja, voorstellen. Hallo, mijn naam. Waarom ziet het zo barbarisch uit? Dit is een koeienfarm, dus dat is niks interessant. Waar nou erin? Oh mijn god. Oh Chris, ik kan nu echt niks zeggen nadat je die opmerking gemaakt hebt. Als we hier gaan? Ja, dit heb ik dus straks gezien, maar moet je het voorstellen? Hierboven. Dus een berg in een huis. Ja. Weet je, daar zitten alle paaseieren in voor in september straks. Ja, ja. Nee, maar het is work in progress, dus er moet nog karma. Is nog niet af. Oké, okay, mooi. Je hebt al meer bereik dan mij. Huh? Je hebt al veel meer bereik dan mij. Ja, dat klopt. Maar hij zit ook al 24/7 op deze server. Ik? Ja. Nee. Ik vond echt hard. Rick, heb je die shovel voor mij, snel? Hoeveel uur, Chris? Ik wist dat ik er één werd geslagen. Ja, maar nee, Chris, jij overleeft dat wel. Nee. Fuck around the pussy. Jij overleeft dat. Kom, ga erin. Chris, je hebt fucking feather falling. Wat een pussy. Wat een fucking... Dude, ik heb het toch gehaald? Wat een pussy. Hij ziet... Jij kutmonkel. Zelfs Chris, zelfs als jij erin ging, had je het overleefd. Weet je niet, ik heb feather falling fire alleen. Ja, dat is het hoogste dat je kan krijgen. Sorry, het is vier. Godverdomme, Chris. Echt, ik vind het leuk, jongens. Heerlijk. Oh, echt waar, Jens. Ik begin echt een beetje... Oh. Hi, Jensen. Hoi. Ik en Rick hadden een plan om iets te doen bij een bepaalde persoon, maar misschien moeten we dat even ophouden. Hey. Een ander persoon gebruiken. Wacht, wat? Ja. Vetsen. Oh my god. Is met de DT. Ja, DT. Dat daar de demons zijn. Demon? Mm-hmm. Pas, ik heb... Serieus? Rick! Moet ik je vermoorden of zo? Wow! Hey, dit is een levensdreiging. Dit is kut omdat ik aan het shiften ben. En op een ladder zit. Ja, dat gaat wel heel traag, hè? Ja, jee. Dat is wel grappig. Hey. Moet je denken? Oh, waar is jouw kerstplek? Lego! Lego! Je hebt je net gebroken. Oh, hey. Oké. Dat fuck zielig. By the way, ik kwam vorige episode in deze video met een full setje Iron Armor. Ja, inderdaad. dit is mijn huis, soort van. Pak alles wat je pakken kan.
Je hebt bijna niks, keer. Wow, Rick. Rikke Tata, man. Ik wist echt niet dat je zo rijk was, jongen. What the fuck? Valt toch wel mee, ja. Hoezo? Waar is je rijk dan? 10 demons. Kijk die magma cream hier dan en zoveel flint. Niet normaal. En lilypads. Wow. Oh, lilypads? Meen je dat? Ja. Oh. Holy shit, man. Oh. Die is rijk. Fucking lilypads. Gaan we verder? Hoogste kwaliteit. Ja, we gaan verder. Oké, we gaan naar Carlo. Staat ie? Welke wereld, man? Ja, welke zie je. Yes, oh, kijk, ik zie mijn huis. Rick. Oh ja? Kijk die bruine poepvlek dan. Dat is mijn huis. Nee, maar stel je bouwt straks super episch op dat eiland, kunnen we dat dus zien. Dat indeed. Ja, zo groot gaat het worden, dus van hier is het zichtbaar al. En ik zie niemand anders zijn huis zichtbaar. Oh ja. Jawel, de mijne, daar zo in die berg. Ja, nee, dat is dat is petterpoep. Oh, daar. Voor mij is een echte drol. Sinds wanneer is dit gebouwd? Al heel lang, Chris. Ook al heel lang. Oh, ik kom hier nooit meer in Spaan. Hey, Pik, jij was hier toen ik dit aan het bouwen was en toen was je treinveiligheid gemist. Godverdomme. Dude, Rick, waarom spring je? Nou, Carlo, is dit jouw huis? Nee, hier woont Koen. En hij is letterlijk zo arm dat hij in een put woont. Ja, hij zit in de put. Of ja, ik wou ook al zeggen, hij zit in de put. Hij zit, er staat er nog. Kabbel de natie voor de muur. Wauw, Chris, waarom steun jij zo'n lelijk project? Omdat ik meer dan 20 keer al geband ben, dus dan wil ik niet weer geband worden. Hoe kun je geband worden? Oh, Koen bouwt Chris minstens 2 keer per week. Ja. Waarom? Geen reden, gewoon voor de fun. Oké, mooi. Kijk met de... Wat zit hier links? Oh, een farm. Oh, het is een mine. Nice. Okay, mooi. Ja, we gaan geen mijnen meer in, want dat loopt niet goed. Die gaan niet lekker, joh. Niet goed, nee. Nu niet voor drinken, jongens. Ga niet net zoals Rick zijn en mijn potatoes steeds stelen. Zo is Rick. Oh, dat is niet alleen Rick, dat is de hele server. Serieus? Ja, Funzo, Rick, Koen, iedereen neemt jouw potatoes. Ik weet van niks. Jensen, ik zweer als ik je daar één keer zie, ik steek je. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Moet je wel online eten bij je komt. Oké, dat is ook. En ik moet daar zijn, want ik ben daar. Hey, voor wie is dat mooi huisje daar? Oh, dat is van Joshua. Joshua, ja, gaan we zo in. Eerst deze kant op. Joshua die... Nee, de schaap. Kebabschaap, weet je wel. What the fuck moet dit voorstellen? Een schaap. Het is een schaap. Een evil layer schaap, achter. Ga naar boven, ga met dat ding naar boven, dan kan je. Er zit daar een kamer. Ja, er zit er niks in. Een kamer waar... What? Nee, kijk lava! En nu? Ja. Ja, nu... Het was heel tempting, maar ik wil niet in. Renne! Deze heb ik gemaakt. Nee, niet echt. Echt wel, het is nog in de video. Je was erbij en toen heb je neus gestoten aan je microfoon en toen moest je naar het ziekenhuis. Ja, dat zag ik, dat was echt te fatsoen. Nee, niet. Echt dat was gewoon, ja, hij had zijn neus gebroken. Wat doe je zoiets? Een kneus, joh. En de mic. Ja. Hey, je hebt nog een paard, wat is hier nou weer te zeiken? Ja, maar dat was wel mijn beste paard. Kijk hoe kut traag dit paard is. Rick, Laat even zien, dan ga ik kijken. Rick. Nee, fuck off, Chris, anders maak je hem dan zo. Rick, hij heeft geen lilypads. Hij is arm. Hij heeft geen lilypads, hij is arm. Ik heb geen lilypads. Nee. Sorry. Ik word gespamd op mijn Steam, man. Oh, wat alweer. Wat? Ik was het niet. Native op. Mensen willen Counter-Strike spelen. Nee, ik wel. Kunnen we straks doen. Ja, inderdaad. Gezellig. Maar... Ja, niet jij, Chris. Ja, hey. Nee, niet jij. Je bent niet goed genoeg. Lol. Het is eindelijk weg. Holy shit, kun je een goede video maken. Waar is Carlo? Ik steek hem. Hey, dat is nieuw. Het is hier bij je span, dus ik ga je nu echt serieus steken. Nee, ik zeg, dat is nieuw, maar ik ben hier echt vanmiddag nog geweest. Maar goed, waar zijn jullie, jongens? Ben fucking... Oh, dus waar staat dat er? Ik heb pijlen nodig. Zit hier pijlen en... handig, pijlen. Geconfiskeerd. Fucking kutskel. Oké, eruit. Oké, eruit. Oh, ga jij het beter doen dan? Dit gaat wel. Ik verwacht wel dat jij het dan beter maakt. Dan, wacht, ik zeg nu tegen Joshua dat we het niet vergeten, Josh. Hoe schrijf je Joshua? Okay. Oh my god. Dat is een ding. Zeg gewoon Josje. Yoshi. Joshua. Ja, maar die wil zeg maar dit hele server ombouwen in een kasteel, dus... Gaat iets mooier... Ja. Mooi. Zeker. Ja.
Oh, ik wou dacht ik al dat er een schaap was. Echt waar, ik wou wel een wol hebben voor een bed. Bedankt. Hier heb je je wol. Was oh, daar. Nice. Dat is maar één. Jongen. Waarom één? Omdat als je een schaap dood, je ook maar één krijgt. Ah, oké. Okay. Apart. Niet als je monster. Als je even aan de kant gaat. Zo, ik haat fun zo voor dit gewoon. Hier zit ik altijd 5 minuten aan vast. Dit doe ik ook altijd, wat Chris nu doet. Gaan we? Ja, ik wil kijken wat hij zit. Hij is open. Ik kan echt heel erg trollen, by the way. Door die knop daar weg te halen. En dan zit iedereen daar zo te zoeken. Maar er zit hier een knop hier zo. Ja, er zit een knop. Er zit achter. Ja, nee, niet daarachter. Niet weg. Daarachter, ja, die knop er langs. Achter dit blok. Dit is een ster en daar kan je achter een blok stoppen. Of whatever. Hij is open. Let's go. Let's go. Oké, mooi, ja. Die cake gewoon al beter. Oh, niemand had die cake aangeraakt, hè? Voor zo lang. Nu eet ik hem op. Ja, nu eet ik hem ook op. Ik stilsteek. In punt zoals je dit kijkt. Het laatste stukje moet je laten staan. Nee, ja, je hebt één stukje laten staan. Wees. Auw. De deurtjes zijn open. Open de deur! Hij is open, joh. Ah, ik zit op een paard. Ja, van een paard af. Hier. Je kan direct je paard eruit halen, hè? Ja, maar ik kan je niet, hè? Over. Ik was bijna dood gegaan. Ja, daarom helpen we je. We gaan naar mijn beest. Je kan toegevoegd, nice. Ja. Want de kleurtjes en zo. Wie heeft dit gemaakt? Hey. Wie heeft dit gemaakt? Ik heb. Tobias. Tobias. Ja, Tobias is actief. YouTube ook. Mooi. Wat is dit voor steen? Oh, het zijn cobblestone fences. Ja. Yeah. Oeh. Nou, ik zou zeggen, laten we een paardenrace houden, maar ja, er is maar één paard hier. Nee, dan moeten die vermoorden. Die moeten vermoorden dus. En dat is allemaal een stukje van. Wat? Ik weet het niet, maar ik sta hier op een getrokken boogje. Je weet nooit wat hier gaat gebeuren. Ik mik op ze allemaal. Je aimt hem wel op mij, maar op dit moment is mag Jensen... Ik 360 doen? Mag ik 360 doen? En dan proberen te schieten. Dat probeer ik net ook. Ja, oké. Jij blijft daar staan. Okay. 360. 360 vanaf daar. Let's go. Nice. Je hebt iemand in de tribune geraakt. Dude, ik hoorde een kling. Ik heb iemand geraakt. Okay. Sowieso. Ja, dat was ik. Ja, je hebt Rick geraakt. Stop met schieten, man. Stop met schieten. Gast, je hebt mijn paard gereden. Is bijna dood nu. Gast, als je dit paard vermoordt, jongen. Ik zorg dat Koen jou band voor minstens een week. Oh! Gaat die ook dood? Het was een mooi schot, dat moet je toegeven. Niemand heeft het gezien. Hey. Oh my altijd, god. Altijd zo terugvechten, dat is echt erg, joh. Is gewoon fucking weet, tank hier. Mensen zitten er met dirtblokjes te slaan. Je weet dat je het gevecht gaat winnen en nog ga je met je zwaard slaan. Nee, dan moet je blijven staan, anders is het niet eerlijk. Ik kon net Rick zwaffelen tot de dood, eerder hij jou zo slaat. Oh my god. Jongen. Oké, okay, ja, dat was het dan, of wat? Nee, mijn base. Ja, we hebben alles gehad. Ja, mooi. Ik vond het heel leuk. Nou ja, mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Volgens mij zijn er geen huisjes meer om te bewonderen. Nee, geen goeie in ieder geval. Hey Rick, kun je even dit muurtje stropen, hè? Zodat je er door kan. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Iedereen geef een duimpje omhoog en dan zien wij jullie later. Doei. Later. Tiefus.